Nieuws van 4 uur. De Amerikaanse president Donald Trump maakt werk van zijn belofte om Amerikaanse bedrijven een steuntje in de rug te geven. Zojuist heeft hij in een gesprek met de top van het Amerikaans bedrijfsleven daarover gezegd. Hij beloofde daar om bedrijven die hun bedrijven die hun productie weghalen uit de Verenigde Staten te straffen met importtarieven. Maar bedrijven die in de Verenigde Staten blijven of daar naartoe komen om te produceren, kunnen rekenen op voordeeltjes. We want to start making our products again. We don't want to bring them in, we want to make them here. And that doesn't mean we don't trade, because we do trade. But we want to make our products here. And if you look at some of the original great people that ran this country, you will see that they felt very strongly about that. Gonna make your products. And we're gonna start making our products again. And there'll be advantages to companies that do indeed make their products here. President Trump maakte ook een enorme belastingverlaging bekend. Hij beloofde de belastingen te halveren voor bedrijven en voor de middenklasse. We are going to be cutting taxes massively for both the middle class and for companies. And that's massively. We're trying to get it down to anywhere from 15% to 20%. And it's now 35%, but it's probably more 38% than it is 35, wouldn't you say? Die belastingverlaging die betekent eenvoudigweg voor de Amerikaanse overheid minder inkomsten. Hoe dat precies zit, dat gaan we zo meteen bespreken met Dirk Veenstra.